Hallo, jij die dit aanklikt. Uh, dit is een wat andere video als dat je misschien van mij gewend bent. Het is een gesprek tussen mij en comedy collega, maar ook zeker vriend, Mark van Gestel. En ik denk dat het gesprek veel weg heeft van een podcast. Ik heb geen podcast. Ik ben de laatste Nederlander zonder volgens mij. Uh, maar we wilden. Er was haast. Omdat Mark terminaal ziek was. Eh. Uh, en we wilden voor die tijd eigenlijk nog één keer de goede gesprekken die wij vaak hadden bij optredens of in de auto er naartoe vastleggen. Om ook andere mensen te laten zien hoe makkelijke en toffe gesprekspartner Mark kan zijn. Dat is gelukt. Ik heb het Mark ook laten zien. Uh, het idee was dat het vandaag 25 oktober online zou komen. Alleen gisteren bleek de haast terechter dan wie dan ook had verwacht. En is Mark ons al ontvallen. Technisch is het door de haast ook geen perfecte video. De camera's werkten niet altijd. Er zitten wat knipjes in. Ik hoop dat je daar doorheen kan kijken. Soms zegt Mark de meest mooie dingen. En zie je heel lang mij. Dat is niet een artistieke keuze. Dat is één camera die gewoon niet werkte. Dus dan weet je waarom dat gebeurt. Ik ben blij dat hij het in ieder geval nog heeft kunnen zien. En wij allebei heel sterk het gevoel hebben dat dit. Precies zo'n gesprek is geworden als dat je zo goed met hem kon hebben. Dus geniet van een gesprek met een fantastisch mens. Heb jij spanning dan voor zoiets? Ja, maar ik heb de vorige keer ook gewoon maar over me heen laten komen. Jij gaat de vraag stellen, ik ga uh, semi lollige opmerking maken waar je me aanstaart van was dit een grap, Mark? Serieus, zullen we opnieuw beginnen? En daarna begint het gewoon. Is dit jouw ervaring met Martijn? <laughs> Toch gelijk, gelijk refereren naar Martijn? Ja. <laughs> ja. Ik wou eigenlijk de eerste vier vragen van... Oh ja, leuk, dat vroeg Martijn <laughs> ook al. <laughs> nee hoor, ik heb, maar, ik heb maar tegen twee podcasts uh, ja gezegd. Dat is tegen jou en tegen Martijn. En ik heb er nog niet eens één. Nee, kan je nagaan. Ja. Maar jij doet... Dit is gewoon een podcast plus, ook omdat je hem gewoon op YouTube zet. Dat doet uh, Martijn niet, want hij heeft alleen maar geluid. Ja, ja. Uh, dus dit heeft toch al. Uh, dit is veel intenser, want uh, je, ziet mijn, uh, je ziet mijn, tranen zo meteen. Uh, want daar gaan ja, we, we, daar, daar, daar gaan we voor. Heb ik wel En wel op gezet. het goede moment inzoomen. Ja, ja, ja. En uh, Met een bandonion drijven... eronder. <laughs> ja, of of Simon en Garfunkel eronder. Dat werkt <laughs> altijd wel. Pianomuziek eronder. Ja. Wil, wil jij überhaupt? Dat, wanneer wil je dat deze online komt? Maar, De, maar als in, wordt dit ja. een gesprek wat online komt nadat jij er niet meer bent? Oh ja, zo heb ik dan helemaal niet over nagedacht. Nee, van mij mag die al tijdens mijn leven hoor. Ja? Gaan we achteraf kijken wat beter is? Als Met. ik dingen zeg waarvan het handiger is dat ik het. Ik pas, wil niet dat jij dat, dat het pas na mijn dood. <laughs> zo ja. van, oh, ja. zo. Ja. Wij moeten pas een feiten ja. bepalen ja. hoe eerlijk dit gesprek ja. is. Ja, zo van ja. Dat, dat gaat zijn vorige basin niet leuk vinden. Dan, ja, ja, ja. dan is het misschien beter na mijn dood. Dan kan ze echt me niks meer maken. Ja, dat is ook een surreel idee. Dat je denkt. Uh... Ja. Oh ja, dan, straks maakt dat dus echt niet meer uit wat ik nu gezegd heb. Ja. We beoordelen het aan het einde. Ja. Ik denk dat ik toch altijd rekening hou met dat het live komt voordat ik dood ben. Of dat ik net, dat ik net mijn laatste telefoontje. Wat maak je me nou? Ja, van de bazin is. Sorry, ik ben bezig met mijn laatste adem. Ja. <laughs> ja. Dit kan is dit mijn later. laatste adem. <laughs> <Ja>. <laughs> nu heb ik mijn laatste adem ja. gebruikt. Om... Ja. Oké, okay, nu mag het. Ja, <laughs> ja en je weet nooit hoe snel dat is, hè? Double, uh, ik weet het ook niet. Je dood. Mijn dood, wanneer ik dood ga. Het is tussen drie en zes maanden. Maar ja, het kan ook zijn dat ik uh, volgende week al zo afgetakeld ben dat ik het uh, hospicium ingeschoven word. En... Is er ook een scenario in jouw ik... hoofd dat, het, dat we over 24 maanden nog... Uh... Daar hoop ik een beetje, maar ik geloof er niks van. Hm. Want, nou ja, mijn, mijn, mijn tumoren, dat zijn mijn tumoren tegenwoordig, die zijn zo enthousiast. Uh, ik denk dat die de meeste levensvreugde hebben van iedereen. En zo enthousiast aan het, uh, aan het groeien zijn. Ja, dat liet de CT-scan zien. Dus dan, dan ga, dan ga, ik, ga niet, ik ga er niet van uit dat de tumoren nu opeens zeggen van... Uh, oh, er is, een, er is een levensverwachting genoemd. Nou doen we even niks meer. Als ze, als ze echt de wens hebben om lang te leven... Dan doen ja, ze nu even kant Ja, maar ik, zo kortzichtig zijn ze wel. Ik denk, ik, ja. ik denk dat ze daar helemaal niet over nadenken. Ik denk dat ze aan groei, persoonlijke groei. Ja, dat, dat ja. Is het. Het is, ik denk ook dat ze gewoon wat, 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 wat workshops, uh, uh, personal development ja, en, ja. En, en dat soort dingen. Eigenlijk een beetje uh, coachingstraject hebben ze waarschijnlijk ook al. Ze creëren hun eigen klimaatprobleem in, ja. in de omgeving waar ze. Ja, ja. 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 Een hele slechte le leefomgeving. Nou ja, ik, denk dat ze, ik, ik, ik heb ergens een A12 binnen en daar zitten ze nu op. En uh, ze weigeren te vertrekken. Nee, nee, want ze, <laughs> was het maar zo. Ja, nee. Was het maar zo ja. dat ze dachten, we moeten, we moeten dit even, deze verandering temperen? Ja. ja, nee. Het is meer... Uh, ze zijn, nou, dan zijn ze de, de, de sproeiwagen van... Uh, ja, maar dit zit ons in de weg. Ah, ja, 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 ja. We spuiten even alle, alle hindernissen, namelijk uh, de, in de, de levensdrang beeld... spuiten we weg. In deze beeldspraak is de, zijn de medicijnen zijn jouw A12-zitters. Ja, precies. En de kanker is de spuitwagen. Die ja, denkt, uh, alleen de medicijnen uh, werkten al niet zo goed meer. Dus de, de chemopillen, nou, die deden niks. Ja, maar het is net dus als Ik met... heb alleen nog maar pijnstiller nu. Weet je nog die Occupy-beweging? Ja. Dat zijn de medicijnen nu. Zo ja. Van, ja, ze zitten er nog wel. Ja, maar... ja. En ze zijn in discussie over wie er nou eigenlijk de leiding heeft. En of er wel een leiding moet zijn. En, ja. uh, en hoe goed of slecht dat is. En, en ze uh, vallen ook de verkeerde dingen aan soms. Dat, en denk je, lever die ja, daar dan ja, echt last, ja, last ja, van, ja. Heeft. Ze van. Nee, daar nee, ging de movement nee, niet nee, over. Nee, 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 nee. nee, dit is Occupy de onderbuik. Je blijft gewoon van de, van de, van de organen aflopen. Uh, ja, ja. Dat doen we niet. Laten we maar ergens beginnen, Mark. Ja, want jij gaat dood. Ik ga dood. Dat, ja, uh, dat is een mooi begin. Ja, uh, de echte filosoof roept dan: iedereen gaat dood. Uh. Alleen ik zie het aankomen nu. Ja, jij leeft zelf meer in de wereld van drie tot zes maanden dan in die van. Uh... Van uh, medisch wonder. Uh, en ik, ik ben er over tien jaar nog, of over 24 maanden. Ik hoop het stiekem van wel, maar de, de, de logica weerspreekt het. En dat is namelijk uh, de CT-scan, de laatste die ik heb gehad, waarin nou, mijn tumoren zo, zo groeiden. Er was er eentje bij de vorige CT-scan, die daarvoor, de CT-scan, daarvoor was er nog niet. En dan negen weken later is er eentje van vier centimeter. Ja, dat is flink. De artsen hebben je opgegeven? Polsen ze daarna nog wel hoe het, hoe het groeit, of denken ze nee. ook: van ja, waarom zou ik dat nog doen? Nee, het zit helemaal niks meer. Ze zijn nu <laughs> gewoon verder naar de volgende zijn zijn naar de volgende patiënt. Ja. Ja. Nee, um, het, mijn contact is nu weer richting huisarts, want het gaat eigenlijk alleen nog maar om pijnbestrijding. Ja, en dat kan de huisarts net zo goed en daar heb ik natuurlijk een net. En wat er precies gebeurt, is dus onduidelijk. Want niemand post nee, dat meer met nee, foto's. Er worden in. geen scans meer gemaakt of wat dan ook. Tenzij het opeens juist heel goed lijkt te gaan. Dat ik weer energie heb. Dan gaan ze toch stiekem nog wel een keertje kijken of er misschien nog een bestraling mogelijk is om nog een beetje de boel op te rekken. Alles is om de boel op te rekken. Alles is bedoeld om mij zo lang mogelijk een prettig mogelijk leven te laten hebben. Hoe maar is het leven lang nu? is een heel relatief begrip geworden? Hoe, hoe is het leven nu? Uh, dat wisselt als ik. Uh, de leuke dingen die ik doe, want ik concentreer me eigenlijk alleen nog maar op de leuke dingen. Dus dit is ook een leuk ding voor mij. Want, ja, want dat vind ik gewoon fijn om er überhaupt erover te praten en om mensen over de vloer te hebben, want het lijkt me af. Ja. Uh, dus ik doe alleen maar de leuke dingen en daartussendoor ben ik moe, doe ik een dutje, kijk ik televisie en probeer ik de pijn binnen de grenzen te houden met de pijnstiller die ik want heb. Hoe, hoe lang zijn jouw dagen nu? Welk, hoeveel uur zijn... Ik, kom er, ik, ik ben gewoon op normale tijden wakker. Ik ben, gewoon, ik ben om acht uur wakker. Ik blijf alleen wat langer in bed liggen, omdat dat lekker ligt. Uh, hem, ik, slaap, ik slaap op de bank, dat had ik net verteld, maar dat weten de, de kijkertjes nog niet. Nee, nee. Ik slaap op de bank omdat dat beter slaapt op dit moment dan in mijn bed. Ik heb een nieuw bed gekregen, een nieuwe lattenbodem. Maar ze, zijn, uh, ze hadden de goede matras niet meegegeven. Dus uh, nu ligt daar nog even mijn oude matras op. Maar s'ochtends verhuis ik naar mijn bed, omdat ik mijn stoma moet verschonen. Uh, en dat gaat prettiger als ik in bed lig dan hier op de bank. Ik dus krijg ik... jij iets van uh, hulp? Nee, uh, huishoudelijke hulp, gewoon met, ja? met stofzuigen. En dat krijg ik wel. Hoeveel, op, hoeveel, hoeveel Dat is, uur is dat dat week, is drie, uur, drie uur in de week, uh, of, of drie uur in de twee weken soms, maar... En er komen mensen over de vloer die boodschappen voor me doen. Want ik heb zoveel bezoek als ik vraag van wil je nog even boodschappen ja, doen. Ja precies, maar dat zijn allemaal vriendendiensten. Dat zijn allemaal vriendendiensten. Of professioneel. Het nou, schoonmaken gaat via uh, een... Uh, uh, hoe heet zo'n ding? Rugzakje? En, uh, een uh, GHB wil ik zeggen. Maar dat is het hele... maatschappelijk werker? Ja, nee. Een, 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 via GHB heb je toch weer... Andere medicatie je, nee. krijgen van Nee, <laughs> nou, dan weet ik dus niet meer hoe het heet. Een PGB, Een persoonlijk gebonden budget. Mm, dus mm. De, 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 daar is geld voor. Dus daar heb ik gewoon uh, voor geregeld dat degene die komt schoonmaken, die krijgt daar een vergoeding voor. Uh, en niet genoeg. Is er ik, wel maar... ergens in het traject op een gegeven moment? Er gaat een keer meer zorg nodig zijn. En dan is er zorg. Er is uh, wijkzorg. En stel dat ik bijvoorbeeld niet meer mezelf kan aankleden of, uh, of niet meer zelfstandig onder de douche kan. Uh, dan gaan ze kijken wat er allemaal qua thuishulp mogelijk is. Die voorzieningen zijn er gewoon. En een andere optie is, maar dan is het wel in het laatste stadium... is naar een hospice, naar een hospicium... om daar mijn laatste yeah. maanden door te brengen. En daar is natuurlijk gewoon een soort van 24-uurs zorg. Yeah. Maar dat, is, dat voelt wel heel erg als van... nu ben je echt opgegeven. Ga maar in dat bed liggen en dan... Ja, zijn er echt verhalen van mensen die echt, die echt een jaar in een hospice doorbrengen? Het is toch... Het is zeldzaam. Ja. ja. Het bestaat... Het is niet onmogelijk, volgens mij. Uh, Lijkt als er me een, echt, een soort droef. Het is, ja... Want hoeveel vrienden... Maar dan moet je weer naar huis, hè? Als je na een als je half je jaar... Ja, 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 als je na een half jaar in het hospice uh, nog niet dood Trekken bent... Trekken ze de grens. Dan is het van... Ja, joh, die gaan we niet beginnen. Slag, Kom maar weer joh. terug als het, uh, als het weer echt zo is. En dan moet je waarschijnlijk weer terug naar huis. En Jeetje. dat is dan natuurlijk al gewoon verkocht en er wonen weer nieuwe mensen. Ze allemaal werken op een hospice. Ja, ik, ik weet, ik heb toevallig van een paar weken terug met een vrijwilliger daar gesproken. Ja. En die vindt het super fijn, omdat je ook gewoon nog hele mooie momenten met die mensen kan meemaken. Maar, maar het echt is iets, ja. Ik heb, ik heb het ook hoor. Van je werkt daar en uh, al je patiënten gaan in een kist uh, uh, ja. uh, weg. Dat is heftig, denk ik. Ik zou het denk ik niet kunnen. Ja. Ja, goed. Het is ook. Kijk, de dood is natuurlijk echt een taboe in onze samenleving. We praten er niet over. En als we het al doen, dan is het echt een bijstom, gemakkelijk gesprek. Welke dooddoeners heb jij al naar je toe gehad? Dat mensen zeiden: Ah, joh, geniet van het weer. Ja, dat. En succes. Vind ik succes. Vind ik altijd een hele leuke. Met wat? Met wat? Ja, maar dat is echt. een mogen En die mogen allemaal. Ik heb niks echt ergs meegemaakt qua dat ik van dat soort dooddoeners hoor. Want uh, ik snap iedereen. Ik, ik weet dat het ingewikkeld is. Ik vind ja. het zelf ook ingewikkeld. Heb je al mensen die uh, je echt niet meer bezoeken omdat ze het ongemakkelijk vinden? Um, hebben ze nog niet hardop gezegd? Ik denk juist dat er nu een heleboel zijn die me heel graag nog willen zien omdat ah, ja. ik nu nog goed ben. Merkte dat bij mijn ouders altijd dat als er dan iemand echt werd opgegeven, echt wel ziek werd, dat ze al begonnen met in de verleden tijd praten over die persoon? Ik dacht, ja. oké, okay, uh, ze ja. is er nog gewoon. Je kan daar nog naartoe. Ja, naar toe, hè? ja, ja. ja. Hebben we hebben leuke tijden gehad. hè. Ja. ze is ja. Kom ja. op, ga ja. er langs. Ja, maar die leuke tijden gaan we niet meer hebben. Dus nee. nee, nou jij zei net: ik uh, wil alleen maar leuke dingen doen. Ja, zijn er dingen waarvan je nu denkt: shit, die, die ga ik niet meer kunnen doen? Ja. Nou, de, daar werd ik zelfs met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik was uh, in augustus op vakantie in Zwitserland met mijn zus een trein rondreis. Mm -hmm. Dat was zwaar vanwege de slapeloosheid die ik toen had. En ook gewoon omdat het energie kost. En we reisden eerste klas, dus ik zat wel in een goede stoel en ik had nog een kussentje erbij. Maar ik, ik reed door een gebied waar ik vroeger altijd kwam en altijd wandelde. En mm -hmm. ik keek daar en ik ik zal hier nooit meer zo'n mooie wandeling houden. En dat was wel een moment dat ik mijn tranen in moest houden. Ja, ja. Want Wa waarom wil ik... je die inhouden eigenlijk? Omdat ik in een, een trein met allemaal wil. Ja, okay. ik, oh, dat dat ik, beetje... ik had helemaal zo'n beeld van zijn eerste klas privé. Nee, het, was gewoon, het is wel gewoon in, ja. een, in, in, een, in, een, uh, in een wagon. Maar dat je weet, daar maar ga, dat ik me, weet van, hier ga ik dus nooit meer zo'n mooie wandeling doen. Dus, en ik heb nog zitten denken: van ik moet nog toch een keer naar dat hotel waar ik altijd kwam. om een, keer, een laatste keer te zijn. Maar dan heb ik deze gedachte waarschijnlijk de hele dag. Dus dan heb ja, ja. ik liever de goede herinneringen die ik nu heb... dan dat ik nog naar dat hotel ga. Want zie je jezelf überhaupt nog reizen? Nee. nee dus, uh, dat is al weg? Uh, ergens hier in Nederland heen en dan s'avonds weer terug. Uh, en, en, dan, en dan kies je neuzen, weet je Dat je echt ja. daar staat Ah, Ik had me even ja. moeten lezen. Ja. En, en ik ga wel naar Den ja. Helder. Zo twee, ja, ja. Echt, twee keer heel hard verkeerd. Goed. Oh, het heet station... Nee, het heet Hotel Emmeloord. Okay. <laughs> hmm. Misschien... Ja. Zit er kan nog een kiezen. weekend? Zit ja. hard? Ja. <laughs> Alleen maar misschok. Maar ja. je treedt nog wel op. Ik eh, weinig. Ik ga proberen volgende week nog. Ik ga dit weekend, komend weekend, proberen ik Oosterhout uh, nog te spelen. Omdat het zo'n superleuke plek is. Ja, is een fantastische plek. Um, Shout-out naar de Schelleboom. Schelleboom voor ja. Schelleboom de win. Ja, nee, maar echt gewoon superplek. Ik zag jou. Uh, wij staan samen nog in de line-up. In Hogeveen. Ja. Ga je daar naartoe? Dat weet ik niet 100% zeker. zover? Ja. Ja. Want heel ver, ik ja. heb, uh, uh, maar misschien heb ik Hoge Veen, is dat vrijdag? Ja. ja. die heb ik afgezet, ah, ja. dus sorry daarvoor. Ja, nee, een, maar echt, die vond ik te ver ja. en uh, de komende volgende week komen er nog een paar aan waar ik, het, waar ik nog moet kijken of het me gaat lukken. Dus zo snel gaat het toch wel? Ik kan niet meer rechtop staan lang. En het, oh ja. als je stand-up comedy doet, qua naam, is het moeilijk dan om te gaan zitten. En, het... en dat moet dan maar. En dan moeten we ook kijken of dat bij die, bij die optredens die ik nog ga doen, of dat gewoon kan. Ik ga er vanuit van wel. Want ja, ik ben bijna dood. Gaan we niet moeilijk doen over een stoel of niet? Nee, er komt natuurlijk wel een moment dat het... Uh, da, de, als je daar wordt opgeduwd in een lichtbed. Met zo'n driehoekje ja. dat het publiek denkt, wacht, ja. nu leidt het me wel nee, maar dat, maar, nee, maar, het me af. Dat is het zielig. Ja. Op een stoel zitten, dat gaat nog. Ik denk ja. dat ik voor de, mocht er een Een, voor bij, voor een, beetje, een beetje, Ja. Weet je wel, als je niet ja. <laughs> rolstoel zit ik nog aan te denken voor kameretten. Denk ik dat maar ik je nou, hebt al veel sympathie. Heb je de, Heb je het nodig? Heb ik ook de dus rolstoel, rolstoel om te nodig? Uh, well, maar de Hond is dood. Dus op, is op zich daarom. er is, is weer een plek heel... voor iemand met een rolstoel. In ja, een rolstoel. Ja. En ik wil zo'n wheelie kunnen maken. Ergens ik kan dat. halverwege de set. Ik kan het ook maar klappen achterover en dan krijg ik een tik tegen mijn hoofd en ben ik, ik weg. Ik vind dan niet dat je het kan. Nee, nee, <laughs> nee, <laughs> nee toch? <laughs> ik kan een wheelie als ik meebereken dat ik. Heel ja, hard dat val. ik het niet overleef. Ja. ja, ik kan één keer een wheelie, kan ik, en dat is mijn finale wheelie. Ja. <laughs> Dames en heren, ik ga uit met een klapper. Bah! Ja, ja. ja. oké. Okay, wat is dus... die grote plas rood uh, wat we op het podium hebben? Ja. En ik heb het net geschilderd: mijn podium. Wat is gehoor? dit? Ja. Mark is overleden. Ja, ja. hij is ziek. En nee, nee, nee. nee, nee. Hij is, nee, nee. is nee. achterovergevallen nee. ja. met een rolstoel ja. oh, Jeetje, wat dat is super onnodig. Ja. Ja, hij zei dat hij het kon. Ja, maar bleek toch van niet? Nee. nee. En, uh, maar goed, uh, opvolger van Tommy Cooper, dus goed geregeld. Maar wat is het? Dan is dus uh, spelen jou wel heel veel waard. Ja. Als je dat er allemaal. Uh, ja. Waar zit voor jou de charme van het spelen? Um, je doet het nog nu niet heel lang, toch? 2015 begonnen en ja. rustig aan begonnen. Ja. Hè? Dus met in 2015 heb ik denk ik misschien vier keer opgetreden of vijf keer. Ja. En dan het jaar daarna twintig keer. En daarna bouw je het op, omdat er ja, mensen je kennen en je makkelijker plekjes krijgt. Ja. Uh, maar goed, ja, ik was. Het, het, het verhangen is, ik was. Een soort van aan het doorbreken is een groot woord, maar ik was aan het doorschuiven van talent spots naar gewoon betaalde spots. Ja. Uh, wat ik heel stoer vond, dat ik dacht zo van ik kan niet. En ik heb nu een set waarvan ik zeker naar betaalde spots kan, maar ja, het is ook een set die mijn eigen einde uh, aankondigt. Ja. Het onderwerp is, uh, <coughs> is ook meteen mijn ondergang. Klinkt heftig, maar het is de facto wel waar. Nee, ja, je kan het maar uh, zo vaak vertellen. Dat ja. hoor je ook aan het verhaal. Ja, Wat goede versie. Hoop je te halen uit Kameretten? Wat, wat zit daar nu? Ja, is een raar soort erkenning van, ik heb een bepaald niveau bereikt. Dat is dan weliswaar in de laatste maanden van mijn leven, maar wel gewoon van, dit vak wat ik gekozen hmm. heb om als hobby, in ieder geval in deze periode erbij te doen, daar kon ik best goed. Dat, dat is wat ik eruit wil halen. En ik wil mensen aan het lachen maken en, en ze ook een gevoel geven van... Hoe je met de materie om kan gaan. Ja. Want ik weet heel veel mensen die er gewoon ja, die in een depressie raken en het zo verschrikkelijk vinden dat ze niet meer uitkomen. Ik heb een soort rationeel uh, besluit genomen dat ik alleen nog maar leuke dingen wil doen. En dat ik niet de godganse dag in een hoekje ga zitten janken. Want Wat dat zijn kost mijn de... tijd die ik aan iets leuks kan besteden. Wat zijn ook weer de stadia van een soort... Je zit eigenlijk in een soort rouw, want je, je ja. neemt zelf wel afscheid van wat je kan sowieso. Ja. Dan heb je toch altijd eerst boosheid, ontkenning, acceptatie. Ja, nou ja, maar ik zit, in die, ik, ik zit voor 90, 98% zit ik in acceptatie. Ja, want de vorige keer dat jij sprak, toen was het nieuws, denk ik, drie dagen. Vers, uit? heel vers. Ja. ja. En toen was je al... Uh... Toen was ik al aan het nadenken over uh, hoe, ga ik, hoe kom ik naar de acceptatiefase. Ho hoe lang ben je op deze aarde? Nu? 55 jaar. 55 jaar. Dingen waarvan je denkt. Oeh, dat is wel jammer dat ik dat met deze rit niet heb gedaan. Oh, een heleboel. Maar die had ik al toen ik niet. Uh, ja, ja nee, bij allen. He, toch? Ik had ook van. Ik had gewoon. Ik had 15 jaar eerder met comedy moeten beginnen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Alleen. Ik was er niet aan toe. Want anders was ik wel eerder aan comedy begonnen. En is dat iets wat nu. Maar ik heb wel. Daar, daar heb ik zo'n soort spijt. Jammer dat ik dat niet eerder heb gedurfd. Maar ik ben ook gewoon, ik ben in de afgelopen 15, 20 jaar. ben ik ook wel veranderd. Durf ik meer? Ik, ik hele nou, leven lang heb ik geprobeerd om niet op te vallen. En dat was zo'n beetje het doel wat ik wilde bereiken. Dus dat ik wel ergens werkte. maar dat ik niet ontslagen zou worden. omdat toch niemand wist dat ik er werkte. omdat ik zo onzichtbaar was en wel mijn werk goed deed natuurlijk. En nu heb ik. Nou, ik heb werk wat ik leuk vind, wat ik goed kan. waarvan ik weet dat ik het goed kan. Uh, dat had ik ook best langer willen doen. Uh, omdat je ook gewoon dan de waardering krijgt en hoort van wat, je, van wat je kan en wat je hebt gedaan. En dat heb ik nu bij comedy natuurlijk ook. Maar het is allemaal korter dan ik had gewild. Hm. Ja. Dus ik heb spijt dat ik, uh, dat ik niet zo initiatiefrijk was in mijn leven. En geen risico's he, he, durfde te nemen. Heeft dat bij jou een duidelijke oorzaak? Dat je zegt, ja, maar ja. Kijk, mijn ouders waren ook of, uh, nee, toen ik ja, klein was toen. Nee, ik werd vroeger gepest op school. Dat, is, uh, dat gebeurt meer mensen. Ja. Uh, en daar ben ik wel, heb ik wel ontdekt, uh, op een gegeven moment, uh, dat als ik van me af ging praten, dat me dat klappen scheelde. Oh ja. Dat ze dan vergaten. Ze, ze, ze vonden het leuk. Ik had, ik had woedeaanvallen. Als ik gepest werd, kreeg ik een woedeaanval. En de woedeaanval vonden ze het leukst. Ja, dat, dat is is een zichtbare uiting ja. van wat zij hebben geprikt, ja, 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 ja. geprikt en geport. Uh, dus dat was een ding waar ik aan moest werken. Maar voor mij was een soort copingmechanisme: gaan, gaan kletsen, gaan praten, grapjes maken, domme dingen zeggen. Ja. Zodat ze vergaten om verder te pesten. Maar het heeft ook mijn hele leven lang als een resultaat gehad dat ik zo onzichtbaar mogelijk wilde zijn. Want als ik onzichtbaar, was voor, pesters, als ik onzichtbaar Tuurlijk, was voor de ja. pesters, als ik onzichtbaar was voor de pesters, werd ik met rust gelaten. Maar wat? Waarom dan? Waar kwam die omswitch dan? Die omdraai? Dat je dacht, uh, he, want onzichtbaar zijn is één ding. Ja. Op een podium staan en het... de vraag stellen vindt mij grappig, is natuurlijk wel ja. een Andere uit. Te stellen. Nou ja, dat is dan toch een soort hele langzame zelfontwikkeling. Ik heb in zo Vlak na de, de eeuwwisseling. schreef ik stukjes voor Propia Cures. Amsterdam's satirisch studentenblad. Grappige stukjes vond ik zelf. maar je hoorde nooit een lach. Want dat deed iedereen in zijn eigen huis. als hmm. ze dat blaadje in de brievenbus hadden gehad. en gingen lezen. En ik, in die tijd ben ik toen een keer naar stand-up comedy gegaan. en daar. waar deed mensen waar? grappige dingen. Uh, dat was in Amsterdam veel. de Crea uh, waren open mics. en. Uh, Steven Stol, die ken je denk ik ook yeah. wel, comedian, die was toen net begonnen en die deed mee ook nog aan de, nou, de Lucky Strike, Hubble de Pub. Ja, ja klopt. is zo'n sigaretten gesponsorde tour ja. geweest, toch? Ja. Um, en daar ging ik kijken, want ik vond het leuk wat hij deed. En Ik wist dat hij grappige stukjes kon schrijven en yeah. ik wou ook gewoon zien dat dat op het podium uh, werkte. Uh, dus dat was 2002, 2003, weet ik veel, die buurt. En daarna heeft het dus nog 15 jaar geduurd voordat ik het zelf dat je, durfde uit je schulp kwam. Ja, want ik, ik stond, ik, ik keek daar en ik denk: van ja, durf ik hier op een podium te gaan staan met de grapjes die ik heb gemaakt? En mijn conclusie was nee, want ik weet niet hoe slecht het is. En als het heel slecht is, dan merk je dat ook altijd op een podium ja. aan uh, ongemakkelijke stilte. Uh, en uh, een MC die aan de afloop roept van. Maar hij stond er wel. En uh, we hebben jullie ook zo genoten van? Ja, we eigenlijk van. Nou, we gaan volgens we gaan nu wel wel lachen. Dat dat. We dat speelden vorige uh. maandag in de train met stages. Ja. One liner extravaganza ja. van Howard. Precies. Komproe. Daar was natuurlijk ook een jongen die had het denk ik op papier helemaal voor elkaar. Ja. En toen ging die staan en uh, niks resoneerde. Echt dat Helemaal niks. Nee. En uh, totdat die ging we noemen. Huh, dit. Werkt helemaal niet. En de... dat werd fucking grappig. Zo van ja, ja, dat die, die ja. hebben we allemaal gehad. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, dat het... was. Uh... In een al... keer stond je echt aan de andere kant van dat verhaal. Zo van oh ja, ja, ja dit, dit gebeurt gewoon ergens in, dat eerste, in die eerste paar jaar. Ja. En dat vond ik toen veel te eng om op te acteren. Ja, ja. En pas. Uh, je moet kwam... ook een beetje zelf, zelfkastijding doen, wil je. Jawel, maar dan wilde ik er toch, toch een soort zekerheidje in bouwen. En dat was uh, in 2015, was er een zomercursus comedy van het Comedyhuis. Daar was nog een plekje vrij, dat kwam ik echt toevallig tegen ergens op, nou, op internet. En internet, ik, eh, zeg je? Internet, dat, ah, is, ja. um, dat hadden ze toen zelfs al uh, in 2015. Dat kan wel eens een hele grote worden, hoor. Ja, ik weet nog niet. Ik weet hoor. dat de NPO er niet aan wil, maar voor nee, de. Nee, maar ik, ik, ik weet het ook niet hoor. Ik, ik vind dat echt wel, daar zitten zoveel haken en ogen aan. <laughs> En... Het waait wel over. Ja, dat, het is denk ik gewoon iets, iets hips van nu. Dat is, het is een beetje de fidget spinner van... De... <laughs> het is de tamagotchi van deze ja, generatie. Dat, dus dat, dat, dat waait wel over. Nee, maar er was dus een cursus en dat was vier avonden met comedians aan je set werken. Yeah. En een optreden aan het eind. En toen dacht ik van die vier avonden aan je set werken. Dan krijg je in ieder geval van iemand waarvan ik verwacht dat hij er verstand van heeft. Mm. Uh, dat die kan zeggen van dit is echt kut, dit moet je anders doen. Ja, of, ja. Uh, of don't give up your day job. Uh, of of, of dan weet ik veel, ga bij de plantsoenendienst werken, maar iets zonder mensen waar je geen grappen op kan loslaten. Ja. Maar dat hielp. Toen had ik wel het lef om die avond, die laatste avond op het podium te gaan staan. Dat was nog steeds niet wat ik ervan verwacht had. Want ik deed one-liners. Want ik had niks anders dan One-Liners. Ja, ja. En als jij een hele nieuwe set one-liners uit je hoofd moet leren nee dat merkte ik ja. inderdaad dat was de eerste keer dat ik one-liners deed wat van nog afgepeldere vorm van verhaal. Ik, ja. ik vind stand-up al ik ik kom uit het theater dus ik vind stand-up al een mega rauwe vorm van, uh, cabaret. Van, theater, van, cabaret. van theater van een verhaal ja. vertellen want meer in het nu kan je niet gedwongen worden en toen die one-liners dat je denkt oh ja ja ik snap wel dat ik grapjes maak maar als we het zo achter elkaar zetten heb ik een heel gek beroep eigenlijk ja. maar daar zit inderdaad ik kon het nog enigszins Vandelen. Thema's. Of ja, zo, dat, ja, maar dat, dat moet je ook doen. Mm. Maar mijn eerste one-liners, ik had, ik had één thema supermarkt en voor de rest ging het alle kanten op. Supermarkt. Super, ja. Gemiste kans. had ja. een one-liner kunnen zijn. Ja. Ik laat wel trouwens t-shirts maken met Jurassic Park Leuk. Uh, met het logo, met, die, met dat uh, rare Hoofdje. beest erop. Ja. Oh. Nee, met dat, uh, met dat met die dinosaurus erop. Gewoon het, het logo van Jurassic Park. Oh, dat wel. Maar dan. Leuk. Jurassic Park Lijkt me leuk. Ja. Voor, dus, uh, ik vind het leuk voor de crowdfunding voor mijn begrafenis. Ja. Nee. Oh, ja, want, ja, want, want ik heb namelijk mijn verzekering heb ik echt ja. heel slecht gereden. Ja. Nee, maar uh, dat uh, klopt dus. Het is heel uh, uh, puur. eigenlijk zijn het allemaal losse verhaaltjes van twee zinnen. Ja. En meer is het niet. Het is helemaal het is kaal, inderdaad. Ja. En dat vond ik leuk, want ik had altijd invallen. Ik had, ik had geen invallen voor een verhaal. Ik had invallen voor een losse grap. Maar ik ging dus oefenen voor, voor dat optreden op die vrijdag. Maar het lukte me helemaal niet. Ik kreeg het niet achter elkaar in mijn hoofd. Dus ik had een lijstje bij me. Yeah. Tuurlijk had ik een lijstje bij me. Maar ik vond dus ook de lach na elke grap hindernis. Zo van. Oh ja. Ah, oh, en ik dacht dat ik de volgende grap wist, maar die heb ik geoefend zonder lach. Dus die lach haalde oh, me ja. helemaal uit mijn concentratie. En moest ik toch weer kijken wat de volgende grap was. Dat was maar wel het ik... beste advies van mijn uh, huidige regisseur. Die zei bij de opnames van mijn vorige show ja. hadden we twee opnames op één dag. En hij zei: Ja, die eerste heb je lekker gespeeld op het publiek. Hij zei: De tweede, uh, je bent een verhaal aan het vertellen en de lach is een hinderlijke onderbreking van je verhaal. Ja. En dat boorde zoveel noodzaak aan: van ja, het is echt irritant dat je iedereen lacht. Want voor mij is dit een bestaande wereld natuurlijk. Ja. Dus misschien is het wel een gezonde houding. Ja, aan de ene kant moest ik natuurlijk blij zijn dat, dat ik grappen had waarom gelachen werd. Ook al was het natuurlijk het sympathiekste publiek, uh, vrienden, familie, collega's. Ja, uh, ja, ja, ja. En, en, en anders, Utrecht ook, hè? En Kargedoor. En Kargedoor. Ja, ja. Je had alles mee, natuurlijk. Ja, het is ja. de veiligste plek op aarde ongeveer om met comedy te ja. beginnen. Dat is echt waar. Uh, maar ja, en ik kwam wel... Ik zweefde wel het podium. Maar ik was stijf van de adrenaline, natuurlijk. Ja, 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 ja. Want ik stond niet op een podium. Ja, het was dus of... ook de eerste keer dat ik... Nou ja, deed wat ik al die jaren heb proberen te voorkomen namelijk hm. uh, toch als vorm van opvallen. Maar dan nog steeds de vraag wanneer wat is er gebeurd in je leven dat je of is dat dus heeft dat 15 jaar geduurd voordat je dacht ik misschien wil ik opvallen, maar dat is, heb ik altijd moeten onderdrukken. Ik denk dat ik het altijd nieuwsgierig ben geweest naar of ik wat ik geschreven of dat grappig was of de mensen omlachten. En ik maakte natuurlijk op het werk grapjes en dingetjes en er werd om gelachen. Uh, maar dat is geen publiek. Dat zijn je collega's. En die lachen ook zo van, ja ja Mark, waar gaan we nu weer verder naar de inhoud? Er zijn, er zijn genoeg pogingen tot comedians geweest die vertrokken zijn vanuit... Tuurlijk. Ja, maar mensen in mijn omgeving zeiden, jij ja. Ja, je, 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 je bent wel zo grappig. Ja, maar die vertrouwde ik nooit. Nee. Dus dat was bij mij nooit het uitgangspunt. Ik, ik moest zelf verzinnen van, misschien ben ik wel grappig, laten we dat eens testen. En in het begin... Was ik ook maar gematigd grappig. Ik had wel ja, maar goeie die grappen is vaak verslavend, is... toch? Die eerste ja. gaat natuurlijk, ook al gaat hij niet goed, gaat hij toch altijd goed. Ja, want het is de eerste, het is gewoon een heroïne. Zo van holy shit. Ik zei wat jullie lachen en soms wel, ...en soms niet. En het nee. was een spel en dan kan dansen en iedereen keek en daarna zweef je af en zeggen mensen uit zichzelf wat tegen je. In plaats van dat je een gesprek moet beginnen uit ja. jezelf. Ja, het is natuurlijk een uh, surreële ervaring waardoor je er nadenkt die wil ik, vaker. wil ik nog een keer. Ja. En, uh, en dan pas merkt ik, oh, ik beheerst het niet. Dit en het is was werk, niet hetzelfde als de het vorige keer. Ik heb geen idee wat ik doe. Ja, ja, ja. En waarom lachen ze niet om deze grap? Dat is mijn beste grap. Ja. Lachelijk. Ja, en het ligt aan, in eerste instantie aan hen. Het ligt altijd aan hen. Ja, ja. in, in het begin zeker. Ja, ja. Ja. En na te denken: oh ja, maar ik, nee, dat, ik. Dat ben ik gewoon. Ja. Ja. Slechte timing. Ja, ja. En, uh, vooral heel veel slechte timing. Of gewoon niet goed formuleren van de grap. Ja. Dat... En, is het verhaal bij jou en nu vind je een hele verhalende set hebben. Is voor mij dus ook heel nieuw hè. En dat is gewoon het verhaal dat je ja. ziet bent. Dat, ja. dat was de eerste keer dat je je verbond ja. aan een verhaal. Ja. En dus ook omdat er is natuurlijk momenteel niks anders om over te praten in jouw geval. Nee, dit beïnvloedt dit, elk moment van mijn dag en avond en nacht, uh, mijn hele leven. Dus het is heel logisch dat ik het erover heb. Ik zou het er niet over hebben als ik het niet dus voor een deel geaccepteerd en verwerkt had. Want dan staken therapie te hebben op het podium. En ja, die hebben we vaak genoeg gezien. Mensen ja. die uh, therapeutisch op het podium staan, maar dus ook geen lach krijgen. Omdat iedereen merkt van, oh, dit is moeilijk. Dit, zo, doet, ik dit heb, moet hij ik... niet doen. Waarom? Ja, mijn vriendin die uh, schrijft ja. romans en ook poëzie. Dus die wordt nog wel eens gevraagd op poëzieavonden. En uh, dat is zo kut als je denkt. Ja. Dat is gewoon, uh, 98% is echt die poëzie die je niet wil waarin nee. uh, de emotie al in de tekst zit. Ja. En, en 2% is, uh, hey, wat, oh, poëzie kan best wel vet zijn. Ja. Nou ja. Uh, Dat zijn die twee minuten die je vriendin uh, poëzie uh, mag doen. Oh, ja. Nee, nee, mijn vriendin, uh, mijn vriendin legt echt heel veel Nee, nee, mijn vriendin <laughs> doet het inderdaad vrij luchtig. Ja. Er ja. Zijn, zijn een paar mensen die ik dan heb leren kennen van, ik denk, oh ja, leg de keuze wat ik hiervoor vind, maar bij mij neer. Dat ja. vind ik altijd prettiger consumeren. Maar ik weet nog dat wij bij een poëziefestival waren... in Groningen, of oplezers. En toen liep er ook een meisje op... en die begon een verhaal te vertellen... over een one-night-stand waar ze spijt van had. En dat daar inhoudelijk heel veel over te zeggen is... of ze dat had moeten doen en niet... en of dat kwalijk is of niet... Ze begon te lezen en fysiek te trillen. Ja, ja. Dus we zagen allemaal... Oh shit. Herbeleving. We een, ja, we zitten ja. naar een sessie een, een, een ja, te kijken. Ja. Je voelt gewoon die hele zaal zo... Je oh, verkrampt helemaal. Oh, daar komt man, dus ook niks als... meer ja, heftig, het. Kan nooit meer goed komen ook dan. Zo'n... Zo'n optredentje. Nee, ik weet maar niet meer. Ik heb nu nog een paar limericks oh. als Dat ze dat erachteraan doen. Dat zou ik super grappig dat is vinden. Echt mijn nou. grootste nachtmerrie. Ja. Qua, ik, mijn nieuwe show is ook mega persoonlijk. En gaat over de, 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 het ziektebeeld van mijn moeder. En, maar die afstand bewaren tot ja, het is mijn verhaal. Maar het is ook gewoon een voorstelling. Dat dus ja. zit toch ook nog wel. Het kan. Oh, dat zal je altijd zien. Momentje. En er uh, komen zometeen de Jehovah's ook nog aanbellen, gewoon net tijdens mijn antwoord. Nou, ik heb dat kind gezegd in een moment van paniek: kom over een uur terug. Ja. Jij ja, had aan de deur moeten zeggen: kom over een maand of ja, zeven. dat is terug, we terug <laughs> ja. Ja, want dan kan je de volgende bewoner vragen aan die kinder, kinderpostregels. Ja. Werkt het? Oh, super duizelig ineens. Ik weet niet waar aan dat ligt. Oh jeetje, ben je te ziek, Sippen? Nou. Lekker toepasselijk wil om dat je, te zeggen waar Mark bij is. Wil je aspirintjes? Ja. Echt, uh, ben je Hij echt heeft fentanyl. wil je? Ben fentanyl je he heftig ziek. <laughs> of uh, ik heb ook gewoon Oxycodon voor je. Wil je dat, dat er een stuk warm uithalen? hem, Voel je je dan weer beter? Ik kan echt super ongepast dat je het doet man. Draaien? Ja. Dit draaide je zeker allemaal niet, hè? Draaien. Draai. Ongelooflijk. Ja. Ja. Kom me die goud. Hoe heet het? de titel van deze podcast is uh, Buitenopnames was het echt leuk? Ja. 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 Nee, we, sorry, we, er zat een ja. kleine onderbreking in, ja. omdat uh, de jongen van de productie duizelig werd. Ja. En, en afgevoerd, afgevoerd moest ja. worden met hij een ambulance. Had het heel zware. Ja. Jij zei ook op een gegeven moment, Mark, van ik ga wel, jij bent gaan lopen, jij bent dingen gaan doen. Ja, ik heb nog, ik heb nog gewoon een uurtje kunnen slapen in de tussentijd. Dat was ja. wel heel prettig. Het was heftig toen hij zei van jij weet niet hoe het is om ziek te zijn. Nee. Toen vond, voel Dat ik, was, ja. Toen dacht ik van je moet eens weten. Ja. Mm. Maar we hebben hem nu fentanyl gegeven. En, uh, en nou is die rustig. hij rustig. Hij is heel rustig. Hij <laughs> ja. hebben hem niet zo rustig gezien. Uh, terug, naar, uh, nee, de, terug naar de, de vraag die ja. ik wilde stellen inderdaad. Doodgaan is één ding waar ik mij gelukkig nog niet in kan inleven. Want dat, dat is nog hoort nog, nog niet weg. bij de planning bij nee. mij. Uh, maar een ander dilemma, jouw moeder leeft nog. Ja. Uh, en jouw moeder heeft hier verdriet van. Tuurlijk. Ja. En dat verdriet kan je haar niet ontnemen. Nee, Want het is een weg die afgelegd gaat worden. Ja, dat vond ik zo'n dilemma waar ik nog nooit bij stil had gestaan. Nee, ik ook niet. Nee. natuurlijk, want daar dat is iets waar niemand bij stilstaat voordat het zich voordoet. Hoe oud is je moeder? 83. 83. En wat doe je of kan je wel doen? Want je bent nu nog helemaal kwiek en. Uh, ja, nou niet heel kwiek, dus ik, ik rijd niet meer zomaar even naar mijn moeder toe, ook al woont ze helemaal niet ver weg. Uh, we hebben elke dag uh, met mijn zus en, en mijn moeder en ik uh, contact via FaceTime, dus dan hebben we gewoon even, praten we de dag even bij. Mm -hmm. En als ik bij mijn moeder ben, wat we heel veel doen is leuke herinneringen ophalen. Dat is eigenlijk, dat is uit haar jeugd, want dat vind ik ook gewoon leuk om te horen, maar ook gewoon uit onze jeugd. ja, ja. He, toen, toen, wij, toen wij jong waren. Mijn zus en ik. Maar het is... Het is ik, ik vind... Kijk, ik ga dood. En dat is naar, maar als ik die laatste adem heb uitgeblazen, ben ik weg. En is er niks meer. Ik voel niks meer. Maar iedereen die mij na is, voelt dat wel. Mm -hmm. En ik vind het voor mijn moeder het heftigst. Uh, nog. En voor mijn zus uit? heftig. Ik bedoel, het is voor iedereen heftig. Maar voor mijn moeder vind ik het stiekem het allerheftigst. En ik kan niks eraan doen. En je voelt wel een soort strijd, van ik zou haar dan nog iets moeten geven of willen troosten? Of? Ja, ik denk stiekem wel dat ik het doe door niet bij de pakken neer te zitten en nog leuke dingen te gaan doen. Ik weet dat ze dat volgens mij heel fijn vindt, mm. uh, dat ik dat nog kan en doe. Maar ik, ik zou meer willen doen, maar ik zou niet weten wat ik kan doen. voelt toch een soort behoefte om haar te troosten? Ja, dat doe ik. Maar ja, er zijn is er eigenlijk enige troost op dit moment, denk ik. En wat ik zei, uh, dat ze ziet dat ik nog leuke dingen doe. Dat, mijn, dat ik in ieder geval. Is zij uh, komen kijken naar jouw optreden nee, wel eens? Nee, nooit. nooit. Nee, ze heeft het denk ik wel eens stukjes op video gezien, maar ze, ze durft er niet bij te zijn. Want ze is volgens mij bang dat als het niet goed gaat, dat doet haar pijn. Oh, Hè, als haar zoon op het lief. podium staat, ja, ja. Is super lief. Vind je het jammer dat ze het nooit heeft gezien? Of uh, het aan de ene kant bijna? wel. Aan de andere kant, dat is haar keus en ze krijgt er toch wel stukjes van mee. En als iets goed is gegaan, dan heeft ze wel weer een fijn gevoel dat het goed is gegaan. Dus, want dat deel je wel met haar. Want en... Dat deel ik natuurlijk met haar. Mijn vader is wel altijd komen kijken. Maar mijn vader was ook altijd van het optreden. Uh, mijn vader en mijn oma, dus mijn, uh, de, de moeder van mijn vader, ja. dat waren podiummensen. Oh ja? Ja. Dus dat is altijd toch stiekem Dat, in, ja. dat zat er stiekem in. Ik, ik had alleen nooit gedacht dat dat bij mij erin zou zitten. Uh, toen net hadden we het heel even over jouw vader en toen besloot de jongen van productie de accu eruit te trekken. Ja, het dus ligt denk ik gevoelig, maar. Uh, Hij heeft vader-issues waarschijnlijk zelf. Wat, jouw vader-issues? Nee, je, je productiejongen heeft vader-issues. Ja. <laughs> ja, ja. Die, of die heeft misschien een vader, zou je net zien. Ja, er, zijn er meer ja. mensen die wel eens een vader hebben gehad. Ik weet niet. Die is vorig jaar overleden? Ja, in al december. En je zei hij was dementerende? Ja, nou, hij was dement. Hij is heel lang, hij heeft, hij heeft echt, ik denk, tien jaar lang is het heel langzaam oh ja. uh, minder geworden. Dus mijn moeder zag dat het als eerste ook. Ja. Want die woont bij de, die ziet hem 24 uur per dag. Dus je ziet hem langzaam worden vergeten. En nou, dat. Hij was toen die het verpleeghuis inging, was die ook gewoon dement. Dus wanneer heeft hij jou nog gezien of hoe lang heeft hij dat? Tot nog? aan het eind. Ik denk dat dat mijn, mijn, mijn moeder en mijn zus en ik de enige waren die die nog herkenden. Ah ja. Ik denk dat hij de kleinkinderen niet meer herkende. Dus Wat de je zus van mijn zus. Dan. Ja. Maar mij. De ene laatste keer dat ik er was, zei die nog toen ik aankwam lopen van hey knul en hey knul knul. Hij noemde mij knul. Ja ja. Dat is dat hoort. Dat, dan weet je van. Dat is niet een willekeurig woord wat hij gebruikt. Ja, 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 ja. Dat hoort bij mij. Dus al dementerende toch. Je shows nog gezien? En nee, ja. Hij heeft. Ik denk het laatste, laatste wat hij gezien heeft was 2018, hoor. Dus toen was hij. Nieuw materiaal. Ja. Nee, nee, nee pa, dit is echt al vier jaar. Ja, oud. Nee. Dat zeg je ook nee, ook al. Ja, nee, maar dus 2018. Dus dat was toen ik aan de comedy talent award meedeed. Toen in de finale. Daar was hij bij, weet ik. Niet, die weet ik zeker nog. En wat vond en, hij er zo leuk aan dan? Hij vond het leuk Zodat dat hij grapjes ook... maakte op het podium en ja. dat, hij, dat ik mensen aan het vermaken was, want dat deed hij ook. Hij zong zo'n liedjes, en cabaretliedjes liedjes ah, ja. en gewoon leuke, leuke grappige liedjes uh, uit. Uh, ja, ik denk dat hij vooral in de jaren 60, 70 nog actief was. Maar later op zijn Bridge Club hebben ze dan zo'n jubileum cabaret. en daar schrijft hij dan liedjes voor. Ah, ja. Hij schrijft hele mooie gedichten altijd. Hm. Sinterklaas schreef die Sinterklaas-gedichten, niet Sinterklaas-rijmpjes, ja, ja, ja. maar Sinterklaas-gedichten waar het metrum van klopte, waar de inhoud van klopte, die gewoon net drie stappen hoger is dan Sinterklaas zelf aan kan. Dus dat zijn ook gedichten die je bewaart omdat ze mooier zijn ja, ja. dan alleen maar even voorlezen op 5 december. Ja, Waar het eind, het laatste rijmwoord ook het cadeau is. Dat show, echt, ja, echt. Nee. Ja. En het cadeau, eigenlijk is het gedicht nog mooier soms dan het cadeau. Maar hij had ook altijd, ze zocht ook altijd mooie, goede cadeaus uit. Was dat voor hem om zijn gevoelens in te gieten? Of was het ook een Ja, die... maar ook omdat hij het heel leuk vindt om met, met, met woorden en met taal te spelen. Hij, is, hij was Nederlandse... Hé, hey, dat heb jij niet van hem dan, denk ik? Nee, dat heb, man, ik helemaal niks met woorden. <laughs> en woord, nou, ik, woordgrapjes deed hij niet. Die doe ik alleen. <laughs> en hoe flauwer, soms hoe beter. En het nee, is hè? dans, ja. Dat soms heb je echt een hele flauwe nodig om echt... De humorstreek te verbreken van oh wauw. Die ja. Jordi van de Bovenkamp kan dat heel goed. Die heeft soms die zulke, was er ook bij die, die, was er ook, die was Die sloot af. Oh ja, die vond ik heel grappig. Die ja, is ken echt heel niet, goed. Ja. Maar die, uh, daar zie, die, die is soms zo flauw mm. dat hij weer heel goed is. Ja, ja. Hij doet niet de gewone flauwe, maar hij doet op het moment dat het, het is nodig is. Zo'n foute, goede, flauwe grap. Dat je echt niet meer bijkomt van het lachen. Ja, ja, ja. Ik ben een hele grote fan ik van jou. Echt Yorkie. veel genoten die ja. avond. Wat vond ik dat? Het is een, het is een andere tak van sport. Het is echt hè? Een andere tak van sport ja. sport, ja. En je ziet ook gewoon over die hele avond dat niet alles werkt. En dat. Uh, maar ook dat je moet. Sommige grappen moet je opschrijven en daarna weer schrappen. Je moet ze opschrijven omdat ja, je in een flow zit. Maar je komt ook grappen tegen. En dat was die avond ook. En dat geeft helemaal niet een grap waarvan je denkt van. Als je zelf al denkt van, die is vaker gemaakt. Dan mag je hem gerust opschrijven. Maar je moet hem nooit nee. op het podium gaan vertellen. Nee, omdat nee, hij dus zo beetje, voor de hand ligt dat iedereen hem in de zaal al invult. Het is denk ik voor het maakproces een beetje de, de yes room van, van ja, Disney. Precies. Gewoon, gewoon, ja, precies. Je moet, je moet er gewoon doorheen. Ja. En daarachter ja. ligt... Je moet er doorheen. Daarachter ja. ligt de volgende grap. Ja, je en moet en hem je moet het maken. Je moet hem opschrijven. Ja. En, en daarna moet je door En dan komt die echte goede ja, grap. Ja. En die ga je vertellen op het podium. Ja. En soms heb je gewoon tijd nodig om... Om hem goed te verzinnen. Ik heb ook grappen die. Dat was eigenlijk een veel te voor de hand liggende grap. Uh, omdat het antwoord al door het publiek gegeven ja, werd. Ja. En toen dacht ik: van. Het is een hele leuke grap, maar dit kan dus niet. Dus ik moet een, uh, ik moet een verkeerde, verkeerde been grap ervan maken. Ik moet dus een heel ander oh, antwoord geven. Je weet welke het is. Wel. Het, is. Ja. het is de Lipsloten Museum. Ja, ja, ja. Waar ik ook mee afsloot. Ja, dan is de grap dus dat je slimmer bent dan je publiek. Ja, ja wat grappig. Ja, en dat zij erachter komen. Dat ze er met boter en suiker zijn ingetuind. Ja. Uh, oh, ik nodig Wij ze uit. Te weten. Uh, ja. nee, nee. Want ik doe dit voor mijn werk. Dag. Ja. Ik ben leuk. echt veel slimmer dan jullie. Dit is ja. mijn antwoord. Ja, ja. ja. En dat ik is ben hele... slimmer. En als het achter een microfoon. In de echte wereld ben ik een passieve hoor ik wie ja. het leven overkomt. Ja, ja, ja. Dat is comedians' eigen volgens mij. Eigenlijk wel. Ja. Jij ja, bent op het podium, ben je je betere zelf. Ja. Was ik maar altijd zoals op. Nou, nee. misschien niet verstandig in mijn geval. Nee. Jouw zus heeft kinderen. Ja. Jij hebt nooit een partner gehad. Nee. Vind je... Is dat iets wat nu terugkomt? Dat je denkt... Ja. oh misschien wel jammer. Beetje wel. Het, het, um, ik, mijn openingsgrap ken je ook, hè? Mijn naam is Mark ja. van Gestel. Zoals jullie kunnen zien ben ik geboren en getogen in de friendzone. <laughs> en goed, het wordt alleen maar door Omgelachen door mensen die weten wat de friendzone is. Ja. Dus alle 40-plussers moeten gaan s'avonds op, uh, ja, ja. op Google kijken van wat het ook alweer is. Dus dan lachen ze thuis pas. Maar dat is... Dat is de meest persoonlijke grap die ik heb. is de ja. echtste die ik heb, want het is helemaal zo. En We hebben het daar wel eens over gehad ja. in een, in een uh, autorit terug. was volgens ja. mij een van de eerste keren dat ik merkte... Wat is er met jou toch ontzettend makkelijk te praten over ongebruikelijke thema's. Thema's die ja. voor veel mensen toch een bepaald taboe hebben of een ongemak. Ik ben daar sowieso natuurlijk helemaal kapot door in. Ja. Ik heb dat helemaal niet. Nee. Ergens. <lacht> <lacht> uh, maar het is een opvallend verhaal inderdaad. Want ik vind jou een, uh, een leuke... So uh, vanaf het moment dat ik jou ken. Hè? Dus ik weet niet wat daarvoor. Uh, nee. Wie je daarvoor was. En net hoor ik een beeld wat ik niet kan koppelen aan. Jou. Nee. Maar ik vind jou een opvallend sociale, slimme, hele lieve man. Ja. Uh, ik zou denken, ga weg. Zijn daar mensen die dat ook vinden en denken. Nou, op dezelfde bank alsjeblieft. <laughs> Ja, zou je denken, uh, heb ik ook altijd gehoopt. Ik heb, ik heb ja, als ik het zou proberen te verklaren. Um, ik, heb, ik heb een paar grote verliefdheden gehad die onbeantwoord waren. En dat heeft zo lang zoveel pijn gedaan ah. dat je er een schild voor optrekt. Dus, dus ik heb heel lang met, die, dat die, schild, met dat schild geleefd. En dan, als je schild optrekt, dan komt er ook niet snel iemand naar je toe. Het is niet zo uh, eenvoudig dat je zegt, ja, ze zagen me gewoon niet staan. Je zegt ook wel zelf, was ik op een gegeven moment onbereikbaar. Ja, en maar dat onbereikbare was dan uit zelfbescherming. Zodat ja. ik dat, dat, dat nare wat aan een afwijzing zit uh, niet meer hoefde mee te maken. Maar, dus, dan, dus soms heb ik het ook een soort met cynisme en een weggehouden. Maar ja, je wordt toch zo om de zoveel tijd verliefd. En, uh, en het wordt dan toch weer heftig. Dus uh, het, het werkte het werkt, het werkt sowieso niet, uh, niet, niet zoals ik had gehoopt dat het zou willen. Maar... En wa waren dat dan wel. Want je hebt ook amper gedate, toch? Of nee. Je, je hebt niet. Uh... Nee. Er zijn nee. nooit drie dates geweest bij een persoon. Nee. En, en ik heb Waar ook komen nooit... die verliefdheden dan vandaan? Is dat dan een collega of een buurvrouw? Of een... Ja, dat. Nou, mensen die je uh, in, in je sociale leven ja. vaak tegenkomt. Dus dat is op werk, dat is bij sport, dat is bij. Uh... Bij andere hobby's. Uh, ja. En want dat de... is. Ik, ik ga ook. Mensen vroegen van. Waarom ga je niet op een dating app? En dat is voor mij zo opgelegd. Van ik zit op deze app want ik wil een date. Dat mm. het voor mij niet meer natuurlijk is. Ik zit mezelf ook in de weg. Dat realiseer ik me heel goed. Maar ik vind dat het gewoon ook op een natuurlijke manier moet kunnen, want dat, dat heeft in, in de hele wereldgeschiedenis altijd gekund. Maar nu ben je 55 en is dat nog niet gebeurd? Je nee. zou, iemand zou nu luisteren en denken: ja, maar op je 32e denk je dan op een gegeven moment: ik installeer toch maar die app? Of ja, ik nee. ga naar een speeddate of? Uh... Ja. Ik heb het wel eens overwogen, de speeddate op zijn hoogst. Maar ook dat is weer zo opgelegd. Ik denk dat ik daar ook niet op mijn best ben. Ik denk dat ik het leukst ben als je mij. En nu je optreedt, anders soort aandacht krijgt, wel eens iemand naar de show die naar je toe kwam en zegt: ik hoor jou zeggen friendzone, maar. Uh... Nee. Nee, nooit. Nee? Want ik, uh, ik, uh, die zit, daar zit ik waarschijnlijk ook zo meteen weer in de friendzone. Ik weet, dat weet ik niet. Dat laatste stuk. Maar ik heb me wel meer opengesteld de laatste tien jaar. Dus mm. ik ben wel veranderd wat dat betreft. Het levert alleen niks op. Het kan ook heel goed zijn dat ik signalen heb gemist. <laughs> omdat ik natuurlijk nooit aan het spel uh, actief heb meegedaan. Dat kan. Ik was denk, er ik een denk moment het niet. dat je dacht: nou, dat is dan schijnbaar niet voor mij. Ja. Maar dat is iets van de laatste tien jaar. Ja, en daar ik heb ik ook een soort, daar moet je heb ik ook een soort acceptatie voor opgebouwd. Want ik vind met vrouwen omgaan en, en uh, leuke dingen doen, samen kletsen, uh, pretten plezier maken, ergens heen gaan. Vind ik heel leuk. En als dat dan is wat er maximaal uit te halen is, hmm. als je het maar zo noemt. Dan vind ik dat ook goed. Want ik vind vrouwen leuk. Ze zijn Grappig, vriendelijk, ja. open, goed ook sociaal. Dus allemaal 50 dingen die je niet ben. De En Er zijn er best een hoop van, ja. ook nog eens. Of sorry, er zijn marges, hè? misschien geen 50% misschien. Nee. Maar goed, ja. 49. We middelen gewoon. Ja. Ja. Er zijn er aardig wat. Ik ben ja, niet Volgens mij ging deze podcast top. <laughs> top deze <laughs> op moment. En nu, ja. nu stort het in. Ben ik genderphob. Ja. 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 Maar goed, daar word jij alleen op afgerekend. Ja. ja en, en als ze jou cancelen. Hoe lang ja, heb je er echt? Hoe fucking cares? <laughs> ja. Ik heb andere problemen, ja. Nee, maar kijk, ik denk ook omdat je dus, je bent dan je hele leven vrijgezel geweest. Uh, daar hebben we een ander beeld bij, bij die individu. Daarom vond ik het zo'n opvallend verhaal. Iemand die. Uh, nou, nooit. Ja, wat is jouw beeld, even dan? Wat was jouw beeld bij mij? Want je wist niet dat ik single nee. was en altijd was geweest. Nee. Dus jij dacht, dat is een gewone man die zal wel een vriendin hebben? of... Wat, 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 want ik heb geen idee natuurlijk wat ik uitstraal en hoe ik overkom. Nou, kijk, het, het, het wijkt wel af van de norm dat iemand niet alleen uh, geen vriendin heeft, maar nooit een vriendin heeft gehad. Uh, en zelfs je, misschien nooit een tweede date heeft gehad. Of misschien in ieder geval nooit een derde. Dus nee. het is nooit gekomen tot, nee. tot, tot, tot alles wat daarbij komt wijken. Ja. Ja. Dat wijkt natuurlijk wel af van dat de norm. Dat is waar. Uh, en daar heb je een bepaald beeld bij. En aan dat beeld voldoe je helemaal niet. Ik vind jou zo, veel, zo sociaal capabel en zo'n prettige vent om bij te zijn. Ja, ik heb geen frustratie eraan overgehouden. Nee. Ik heb, en als ik het had, denk ik dat ik dat ook nooit heb proberen of durven uitstralen. Omdat ik ook vond van, ja, maar dan krijgen mensen een beeld van me wat misschien niet klopt. Maar ik heb ook, ja, ik accepteer dat dit zo is. En dat is jammer, want ik had dat best graag anders gewild. Ik denk dat ik een leuke vader was geweest bijvoorbeeld. Oh ja. Maar... Uh, ben je een leuke oom? Ik ben denk ik wel een leuke oom, ja. Moet je aan mijn neefje en nichtje vragen, maar ik denk wel dat ik een leuke oom ben. En ik kon ja, altijd goed met kinderen opschieten. Ja. Ook omdat ik kinderachtige humor heb uh, vaak. <laughs> en dat helpt enorm. Het helpt wel dat wij toch een beetje onvolwassen zijn gebleven. Ja. Dat ik software van wel voor een merkt ook bij mijn neefjes en uh, neefje en nichtjes. Ja, ja ik, had, ik, ik heb een grap gehad uh, van Buurjongetje, van mij is heel erg goed in bordspellen. B, O, R, D. Jongetjes van 13 gaan daar helemaal stuk ja, 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 ja. op. En ik vind het een heerlijk flauwe grap. Want het is weer zo'n gedachtenspelletje. een beetje verkeerde been, dingetje. Hi. Word ik heel erg blij van. Geen relatie is denk ik een groot ding. Ook omdat er gigantisch uh, maatschappelijke druk ligt op dat wel. Vooral denk ik als je 25 bent. Dat vrienden ja. toch gaan vragen van hoe zit het nou? En wat? 25? Vanaf je dertiende misschien al veertiende van wanneer ja. gaat het gebeuren? En, uh, ja, vanaf een bepaalde leeftijd gaan ook mensen denken... dan moet er wel iets mis met hem zijn als hij ja. nog geen uh, vriendin heeft. Ja. ja. Een kinderwens die er dan... Die, die daar niet... Het is nooit een heftige geweest. Want als er al geen vriendin is, is er ook geen. is een kinderwens zo ver weg. Ja, maar, ja, 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 maar ik heb het vermogen, terwijl... wel... is wel opvallend groot. Ook ja, nu in de maar snelheid... ik denk dat ik dat ik al honderd jaar eerder was ingestort en naar een inrichting had gemoeten als ik dat niet had gehad. Maar goed, dan had ik hier ook niet gezeten en dan had ik nu ergens in een gesloten instelling. Ja, dus eigenlijk is de conclusie: er is inderdaad iets mis met je. Dat ja. is eigenlijk de. Ja, misschien moeten we dat, Enige dat vaststellen. Ja, ik vind van niet. Ik vind... Uh, deze, zijn, deze mensen zijn er ook. Ja. Uh, ik zou... Uh, ja. Zou ik er een soort vertegenwoordiger van willen zijn? Nee. Want het, ik vind dit niet nee, iets Kijk, het om zegt te ook veel over mij. Hè. Het zegt ook veel over mij welk ja. beeld ik daarbij heb. Uh, ik, ik denk... Ik, ik, ik had een vriend die was best wel lang uh, vrijgezel. En uh, had... Daar eigenlijk voor ons als vrienden weinig reden toe. Zo van hè, maar je bent toch een vlotte, lieve, toffe gast. Je hebt alle, alles mee wat jou een toegankelijk mens maakt. Dus inderdaad, waar gaat het fout? Ja. Um, maar vooral met terugwerkende kracht, de druk die wij bij hem hebben neergelegd vanuit ons, waarbij dat allemaal iets vanzelfsprekender was. Dat is een tough time, zeg maar. Zo van oh man, we hebben wel. Uh, het was het gesprek van je achttiende tot je achtentwintigste. Ja. Heeft het hem gehinderd? Ja, 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 absoluut. Dat heeft hij ook wel een keer gezegd van op een gegeven moment geen daten en dan had hij de zoveelste adviezen van ons. En op een gegeven moment werd het ook een soort. Het werd ook vanuit zijn eigen onzekerheid een, een tweetje met ons van hoe ja. doen jullie dat dan? Ja. ja, het werd veel groter dan nodig. Terwijl ja, je loopt achteruit in een kroeg en hé hey, hallo. En, en vanaf daar begint er iets. Ja. Um, ja, als ik dat zou doen, dan zou het eindigen met, uh, uh, je hebt mijn drinken over mijn jas gegooid, dat is 35 euro voor de stoomkosten. Kan ik even vervangen? Nou ja, kijk, ik, ik weet ook wat ik uitstraal, daar hebben we het ook vaak over ja. gehad. Dus mensen zijn over het algemeen bij mij bang. Of Ik, ik kom er dus nu achter dat uh, ik schijn vrij onleesbaar te zijn, gewoon in mijn neutrale staat van zijn. Ja. En dat heeft in de praktijk de werking dat je een, uh, een projectiescherm wordt voor mensen. Want hier is niks te lezen, dus het is het enige wat je van mij kan maken een spiegel. Ja. En dat, dat merk ik vooral aan onzekere mensen. Die leggen hun onzekerheid in één keer bij mij. Ja, maar hoe Ruud naar mij keek. Ja. ja ik had dit nooit aan moeten doen. Ik had dit nooit <laughs> moeten zeggen. Ik word, uh, ik word er altijd ongemakkelijk van, want hij kijkt ja. door me heen. Dat ik denk. Er gebeurde echt niks. Er gebeurde nee. helemaal niks. Er hier. is dus hier niks. En, en ik had de focus uitgezet. Dus ja. ik kon niet eens ergens doorheen. Dus ik, kijken. Was, ik was zeker ja. geen. Uh, ik ben nooit een goede flirt geweest of zo. Dat was ook niet mijn, uh, mijn Nee, game, Ik denk nee. Nee. wel dat ik dus altijd heel lief en aardig ben geweest. Want ja, als je, een, je komt niet voor niks in een friendzone terecht. Ja. Hè? Ik, ben, ik, ik denk dat ik vooral gewoon geen, geen datingmateriaal of relatiemateriaal ja maar ook, of ook die overkwam fases, als fases veranderen ook dus waar je misschien ja. uh, tussen je twintig en je dertigste valt op een man man en dat die lieve vriend dan snel in de friendzone belandt. Ik kan me voorstellen dat je tussen je veertigste en je vijftigste dat je juist op zoek bent naar die wat zachtere compaan ja er ja gebeurt iets er gebeurt iets we gaan weer even op de pauze Ja, Gert. Ik weet niet waar we eruit zijn gestapt eigenlijk. Ik uh, ook niet. Ik weet wel dat ik binnenkort ergens uit ga stappen. Ja, uh, ja. ik dacht ook, wat een we interessante woordkeuze die ik daar maak. Ja. Ja. laten we meteen weer weet in Ik weet niet koppen. precies waar het uh, gesprek doodsloeg. En <laughs> nee, want ja. ja, ik weet niet meer. Nou goed, etc. <laughs> ik heb laatst ook gezegd dat ik, uh, ik kan niet wachten op de uitslag van Kameretten, want ik heb een deadline. <laughs> ja, ik kan oprecht niet wachten. Nee. <laughs> die, die luxe heb ik niet, nee. Nee, we hadden het over... Uh, uh, Vrijzijl zijn en niet druk, inderdaad. ja Ik heb een beetje het gevoel uh, gehad ook een tijd dat ik uh, juist verliefd werd op vrouwen die zo onafhankelijk waren dat ze me niet nodig hadden. Dus dat ik, dat ik dan toch op een of andere manier onbereikbare vrouwen... En dat is raar, want die onbereikbare vrouwen willen ook een relatie. Dus uh, waarom ik dan zo nodig onbereikbaar moet zijn, dat snapte ik dan nog niet helemaal. Nou, maar het kwam er net op neer dat ze uh, dat, nou, er kwam nooit iets aan, aan dit soort uh, gevoelens terug. Ik merk wel nu ik wat uh, ouder word dat ik de relaties die ik heb gehad en de schakels, ze worden even ieder geval de, ja. de, 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 het zijn de dates, de, de, de ja, ja. De, 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 de mensen waar ik vaak voor viel, waar wij het wat langer duurde zijn mensen die echt hetzelfde vonden van mij als ik van mij. Ja. En helaas vind ik van mij, uh, ik vind mezelf heel wisselend een leuk mens. Dus ik uh, heb echt een hele moeilijke verstandshouding met in welke mate ik om mezelf geef en van mezelf ja. hou en mezelf begrijp als zijnde een leuk mens. En daar koos ik wel echt mijn relaties op uit. Ja, mensen die. Uh, Eigenlijk in een soort knipperlichtachtige situatie ja. zich niet konden commiteren. Ja. En dat begreep ik dan helemaal, want ja, ik snap ook weinig van mezelf. Ja, dus het ja, zit... werd een soort self-fulfilling prophecy dan ook natuurlijk. Exact, dus daar zit ik dan gelijk als jij zegt ik viel buitengewoon zelfstandige. In combinatie met jezelf weg willen cijferen. Ja, dan is daar weinig ja. ruimte over nog voor jou. Hoor. Ja. Ja. <coughs> Terwijl ik ook niet helemaal weet of dat zo is, maar het is... Zo, dat gevoel had ik wel, is dat ik, uh, nou ja, ik heb altijd ook gewoon, ik heb een paar van die grote verliefdheden gehad. Bij sommigen heb ik het verteld, bij sommigen niet, waarvan ik vermoed dat ze het echt wel gemerkt hebben, maar dan kwam het gewoon niet ter sprake. Zijn er maar, wel nog mensen die in je leven zijn? Ja, ah, ja. want ik kan nog steeds goed opschieten met, 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 met ze, want ja. het zijn, <laughs> ik val wel op die juiste vrouwen, vind ik. het zijn gewoon leuke, leuke lieve, slimme, ja, ja. slimme vrouwen, ja denk dus ook dat ik het niet, dat het me niet zo... Pardon, ja, ik heb allemaal koekjes en thee en fris, Ik ben één grote rommel. Ik Sorry, denk, ja. Ja, mijn darmen zijn ook een rommel. Is, ja. is maar weer wat ik gezegd wil hebben. Ja. <laughs> nou, ik wens je bepaalde dingen aan je darmen niet toe. <laughs> oh, het zijn we toch slecht in koping, hè? Dat is toch wel... Ja. Nou ja, dit, we gaan er gewoon cynisch mee om. Dat is onze manier van koping. Doen alsof het niet, niet echt is, maar een grap. Toen ik... Nou ja, als ik geen lucht toevoeg, dan wil ik weg. Mm, snap dat ik. is het ook. Dan ja. uh, wordt het echt een vacuüm. Toen ik het hoorde dat jij nooit een date had gehad, was het niet voor mij een soort uh, aapjes kijken. Maar meer dat ik dacht: ergens op deze wereld loopt iemand rond die niet weet dat hij mist. Ja, dat voelde ik wel echt. En als ik: uh, wat een uh, gemis voor een partner om uh, deze leuke man niet, te niet hebben. gevonden te hebben. Niet ja. gevonden te hebben ja. Ja. Ja, het is een mooie dat is mooi. Ik ja. Ik ja. denk dat daar de fascinatie zat voor mij. Ja. Ja, en het is ook, ik snap het dus ook niet helemaal. Alleen, het is er, hè? het is gewoon de realiteit. Mm. En, en je, ja, joh, iedereen kan van alles ervan vinden en zeggen, waarom heb je dit niet geprobeerd, dat niet geprobeerd? Je wil het ook eigenlijk niet, want dan had je dat en dat wel gedaan. En er is voor iedereen, één op elk potje past wel een deksel, heb ik zelfs uh, wel eens gehoord. En, en met welke en keukengereedschap de... vergelijk je jezelf dan? Dat kan wel zo ja. zijn, maar ik ben... Een... Maar ik ben een vergiet en dan oh. zit er wel een deksel op, maar alles stroomt eruit, ja. Nee, even, en het is allemaal goed bedoeld. En daarom, ik bedoel, ik heb nooit iemand er ook... Uh, als, wat ze er ook over vonden, mijn vrienden, als ze het al erover hadden. Want het was eigenlijk, op een gegeven moment is het ook gewoon geen issue meer. Je hebt het een keertje besproken. En dan is het uh, van, ja. ja, het is niet zo en... Dan denken die vrienden ook van: Ik hoor wel, als er eentje is, ja. dan merk ik het wel en anders niet. Uh, want je kan er ook niet eeuwig over gaan zitten kletsen. Want uh, daar werk ik ook niet. En ik vind het niet het leukste onderwerp uh, op aarde. Ik maak liever stomme grappies. Dan dat ik het hier de hele dag over mm. heb. En niet dat ik het er niet over wil hebben. Want ik heb het er nu vrij uitgebreid met jou over. Maar het is niet iets waar ik mee te koop loop. Hm. En dus ook niet: nou, Ik heb geaccepteerd, dit is wat het is. Dus dan. En loop je er niet mee te kopen juist omdat it gets frowned upon, zeg maar? Dat mensen... Dat een beetje... Dat, ik heb misschien een heel klein beetje het idee van dan gaan ze er iets van vinden. Maar ik wil ook voorkomen dat mensen in, in de hulpstand gaan schieten. Ja, ja. En, en, ze een, een, en een vrouw voor je gaan opzoeken ja, ja, ja. en het willen oplossen. Want ik heb... Je hebt er nog een. Ja. Mark, je weet het niet, maar. Ik heb nou je, een... zijn, je dacht dat het een jongetje van de kinderpalzegels was. Maar het was gewoon uh, een van je dates. <laughs> wacht, even, wacht even. Kom over een uurtje binnen. <laughs> ja. Jij zei het er net, je hebt het, nu je uh, uh, dood aangaan bent. Drukker dan, we zijn dat allemaal hè, dood gaan. Ja. Maar drukker dan ooit. Mensen ja. zijn toch een beetje in de rat gegaan. Oh, fuck. Ja, en uh, ik moet snel even een afspraak maken, want anders kan het niet ja, meer. Ja, 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 en dat heb anders, ik nu in, is... nou, of, of anders kom je in dat ongezellige moment. Ja. ik ben ja. helemaal hier naartoe gereden. Maar hij is maar vijf minuten echt wakker. Ja, dat is ook wel lelijk. Ja, maar ook dat ze dan zeggen, van, ja, vind ik eigenlijk wel zonde van mijn tijd. Um, ja. Ik stuur wel een kaartje. Ja, ja. De We appen, appen wel. Ja, ja. ja. Nee, je hebt de drukker dan ooit qua sociaal ja. leven en ges goede gesprekken met vrienden, ook vrienden die ik jaren niet heb gezien. Oud-collega's, ik vind dat zo leuk. Dat ze ja. weer contact zoeken en, en het leuk vinden om nog even met mij te kletsen. Zou dat een advies zijn aan de mensen die niet aan zo'n heftige deadline zitten? Zoek elkaar sowieso op? Ja, ook, ook die mensen van lang geleden waarvan je dacht... Want je hebt natuurlijk heel veel vrienden altijd die je een tijdje hebt en dan groei je uit elkaar. Mm. Maar in die periode dat je vrienden was, was het gewoon altijd leuk en goed... Uh, daar heb ik altijd op gefocust. Niet waarom het verwaterde, want dat kan door mij zijn gekomen of door elkaars werk of alles. Mm. Ik heb daar nooit een oordeel over gehad. Ik, ik weet dat er mensen zijn van, ja, maar die heb ik tien jaar niet gezien. Ze hebben nooit tien jaar geen contact met me opgenomen, dus dat doe ik ook niet. Ja, dat is de beste manier om elkaar nooit meer te zien, inderdaad. Ja, maar hij belt me niet, argument slaat natuurlijk inneren nergens op. Nee, want. Jij hebt, jij hebt het zelf ook niet gedaan? Uh, dat kan dus ook een reden zijn waarom het niet meer hoeft. Hè? Dus dat een, een vriendschap gewoon een bepaalde houd, houd, houdbaarheidsdatum mm. heeft of kan hebben. Je groeit. Of één ja. niet en de ander wel. Ja. Of, ja. Dus en, en daar heb ik echt nooit van mijn leven ook maar één waardeoordeel over gehad. Omdat ik snap dat sommige dingen wel voor eeuwig zijn en andere niet. En sommige een tijd wel, daarna een hele tijd niet en daarna weer wel. Dat kan gewoon. En, en dat is goed. Alles is goed. Elke, elke vorm is wat mij, betreft, wat mij betreft goed. Heb jij eenzaamheid ervaren door het leven heen? Nee, wel eens alleen, maar dat is anders dan eenzaamheid. Ja, eenzaamheid ja, ja. is echt. Uh, heb Muziek. ik echt? En, en, zelden gehad. Misschien staat er zijn. Is, is... Sorry. Eenzaamheid is echt bijna, bijna tegen het ziekteachtige aan. Ja. Het, is echt een staart, ja. het is echt een mentale staat ja. van zijn. Ja, dus dat heb ik, dat heb ik nooit gehad. Ik, misschien wel eens een keer, korte momentjes. Maar ik dat ik is moet het dan... wel nuanceren. Niet iedere keer als je je eenzaam voelt, ben je ziek in je hoofd. Maar nee. je hebt mensen die zijn ongeneeslijk eenzaam. Dat ja. is hun identiteit. Ja. Dat niet, adres. want ik heb had, ik had best een goed sociaal leven. Dat blijkt nu maar weer als iedereen weer langskomt. En dat we altijd leuke gesprekken hebben. En elkaar iets te vertellen hebben. Uh, dat, dus daar heb ik het nooit te klaar. Ik heb altijd hele leuke collega's gehad. Dus, dus ik ben op zo'n manier nooit alleen geweest. Ik kon altijd met iemand overal over praten. Ik ben hier nog ietsje langer, als het goed ja. gaat. Ja. Wat zou je mij meegeven? Nou, ik kan hem een goed boek voor je uitzoeken. Dat kan oh, ik ja, maar dat, Misschien als het koekjes ja. over zijn die je zo lekker vindt. Die, nou, kan... kijk, ik <laughs> nee. heb dus nu mensen die denken: is hij nou emotioneel? Nee. Uh, uh, nee, ik heb heel veel koek in mijn strot. Ja. <laughs> is echt waar, <warm, laughs> mensen. En er is dus beeld, uh, beeldmateriaal om dat te bewijzen: zitten er wel nog koek tussen zijn tanden. ja heerlijke koekjes van zus Ja, nee, wat, wat wil ik je meegeven? Ik snapte dat een vraag. Een, het is een moeilijke vraag, ja. want hij is heel breed en, en vaag. Maar en ik vind een boek ook een zeer legitiem antwoord. <laughs> ja, nee, maar dat is gewoon een beetje ontwijkend antwoord, dat weet je ook. Die, die vrienden die je hebt, koester die. Koester de goede gesprekken. Koester je familie. En, en heb vooral met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk plezier. Want het ja, houdt een keertje op. Ik heb ook gewoon. Als ik doodga, gaat het knopje om. Hè? Dan is er ook alles wat er in mijn hoofd zit aan herinneringen, aan vriendschap en dingen bestaat niet meer, behalve dan de vriendschap, de vriendschap, met wie ik de vriendschappen heb gehad. Mm. Dus als die, een, dat vind ik ook van, als ik maar uh, een stukje blijf voortbestaan in de herinneringen van, van vrienden, kennissen, familie, collega's, dan vind ik dat al heel mooi en dat dat hopelijk een beetje een leuke herinnering is. Uh, is het, van mij ben denk ik denk dat je dat wel weet. Ben ik een soort van geslaagd op aarde, ja. ja. Ondanks dat ik uh, altijd single ben geweest. <laughs> ja, dat is niet de grote euvel. Nee. Mag die online terwijl je nog leeft? Ja, hoor. Is dat de conclusie ja. van. Uh... Ja. Ja, misschien dus heb ik nog lekker drie weken een relatie hoor, weet jij veel? Ja. <laughs> Dat iemand dit ziet en dit. Ik heb bindingsangst, maar hier is het probleem. Uh, <laughs> in ieder geval geen bindingsangst. Ja. Ik zal uh, uh, bij het laatste antwoord zet ik ook lichte pianomuziek onder. <laughs> weet je, dan is ja. iedereen sowieso uh, week. <laughs> Mag ik heel erg bedankt, man. Ja, graag gedaan. Voor je uh, altijd uh, eerlijke gesprekken en. Uh... De eenvoud om de diepte in te schieten en uh, weer uh, met de slechtste grappen boven <laughs> water komen. te houden. Ja. dat ja. vind, ik, vind ik de waardevolste. Dat is gesprek. leuk. Ja, ja, het moet een balans zijn tussen zwaar en, en of, of, of echt en zwaar, en even ook gewoon lolletje maken. Je moet, zonder lolletjes kan ik niet. Je moet een zuurstofles hebben ja. om heel diep af te kunnen dalen. Inderdaad. toch? Ja, ja. Het was ik vond het ook een heel leuk gesprek. Dankjewel.